Hallo en hartelijk welkom iedereen die weer ingeschakeld heeft op de computer, omdat hem een bericht gekregen heeft. Joggler 66, Stunde der Wahrheit, Uur van de Wahrheit, Hour of the Truth heeft terug een nieuw video opgeladen. En deze keer hochgeladen op YouTube. En deze keer is het in Vlaams. Zoals een paar keren al heb ik terug mijn broer Nout bij mij. En we hebben besloten vandaag op Sabbat, want de zon is al onder, 8:45 op 7 oktober samen te zitten en toch nog eens een keer een deel van Heersers van het Kwaad te lezen. Een boek wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken, is enorm belangrijk om te kennen als je de politiek van de dagelijkse, hedendaagse wereld wilt verstaan. Het is niet het enige boek dat je daarvoor moet kennen, laat het duidelijk zijn, maar het is één van die boeken die je zeker moet kennen om dat te verstaan, om samenhangen te begrijpen. We zijn er verleden keer ook al op ingegaan, ook met The Ark and the Dove, Jamos Ives, en dat in feite Amerika tegenover wat principieel geleerd wordt in alle scholen geen protestants land is, want de Verenigde Staten van Amerika werden opgericht door mensen die ervoor gezorgd hebben dat het land van begin af aan katholiek bestuurd werd. Nu, het bestuur mag katholiek zijn, maar daarom zijn die mensen die daarin wonen dat nog niet. En nu hebben ze heel die tijd genomen om die mensen die daarin wonen ook katholiek te maken. Want in het begin, als Amerika opgericht werd in 1776 met de onafhankelijkheidsverklaring, toen leefden ongeveer 1,8% katholieken in dat land. 1,8%. Vandaag in 2022 is dat uitgegroeid tot ongeveer 35%. Maar als we dan nog het ecumenisme bijtellen, dat we alle protestanten ook katholieken maken, zonder dat ze het beseffen, dan zitten we al aan dik 80% of 90% van 330 miljoen. Daar kunnen we zien hoe een kleine zaad van 1,8% door constant daarvoor te werken, gegroeid is tot zo'n grote oppermacht. Dat heeft natuurlijk lang geduurd. Dat heeft veel inspanning gevraagd. Dat heeft vooral veel inspanning gevraagd in de 19e eeuw, waar enorm veel mensen uit, uit Ierland overgewaaid zijn naar Amerika. En die hun spruiten, om het maar zo te noemen, die groeien daar vandaag de dag nog altijd. JFK was er een van en Biden is er een van, om nog maar die twee te noemen. Maar om een lang verhaal en een lange inleiding kort te maken, apropos inleiding, je hebt gezien, deze video heeft een nieuwe intro en een nieuwe outro dat je straks zult zien. Dat is voor jullie misschien nieuw, voor mij niet, want dat zijn die intro's en outro's die ik toen gebruikt heb bij die Duitse lezing van Herrscher des Bösen, Heersers van het Kwaad. En ik vond het opportun om die ook hier in het Nederlands te gebruiken. Want het gaat voornamelijk over die beelden en die schone muziek, dat vind ik toch persoonlijk tenminste. Laat maar weten wat je daarvan vindt, je kunt het in de commentaarsectie schrijven. En ondertussen kunt u dan eens een keer kennis maken met broeder Nout, die ik hartelijk begroet tot onze uitzending vandaag. Nout, welkom op deze wonderbare Sabbatavond. Ja, dankjewel. Ook een fijne Sabbat gewenst. En mag ik wat aanmerken op jouw introductie? Natuurlijk, je moet altijd aan, maar daarvoor zijn we hier. Dat moet je niet vragen. Die zaadjes die wij in de hersenen plaatsen, wat de Romaans-Katholieken hebben gedaan, dat gaan wij gewoon andersom doen natuurlijk. Dus wij gaan ook zaadjes in mensen hun hoofd plaatsen, zodat ze weer teruggaan naar de Bijbel en naar het ware woord en naar Jezus Christus. Dat is onze bedoeling, absoluut. Want er is maar één waarheid en dat is de Bijbel. Ja. Right. Ik heb een mooie Bijbeltekst weer uitgezocht. Dat is altijd leuk om met Bijbel te gaan beginnen. Ja, ik was bezig met het boek van Mohammed Al-Ghazali, Christus, Mohammed en ik. En ik wilde daar al eerder beginnen, maar ik kwam steeds tot nieuwe feiten en nieuwe inzichten. Ik denk dat ik nou zo zo'n beetje alles heb, zodat ik een serie kan beginnen. En ik kwam daar dus ook deze Bijbeltekst tegen die ik wilde gebruiken daarvoor. Zeg maar de welke, dan kan ik hem openen hier in de Statenvertaling. Matteüs 7, 15 tot en met 7, 20. Matteüs 7, 15 tot 20. Het gaat over het vrucht wat iemand voorbrengt. Vooral met Mohammedisme. Ik spreek wel eens met Mohammedanen. Ik vind dat ik geïnformeerd moet zijn wat dat betreft. Ik heb het met jou ook wel eens over gehad. Over wat de oorsprong is van Mohammedisme. Want de een zegt dit, de ander zegt dat. Maar bij het fruit zullen we ze kennen. En ja, de oorsprong van Mohammedisme is Mohammed en zijn woord.
Een zogenaamde profeet die hij doorgekregen kreeg van Gabriel, van Allah. En Allah is natuurlijk niet dezelfde God als in de Bijbel. Allah is een heidense God, is de maangod die weer terug te leiden is naar Semiramis. Want dat was de maangod in Babylon. Maar dat kun je een heel verhaal. Het gaat erom. Ja, dat is wat vele mensen niet verstaan. Moeten we nog een keer op ingaan. De maan is vrouwelijk en de zon is eigenlijk mannelijk. Ja? Mm-hmm. Dat wordt bij ons altijd verkeerd geleerd. In Duits bijvoorbeeld is het die zonne, ja? Dus vrouwelijk. En der maan, der mond, mannelijk. En eigenlijk is het omgekeerd. Hè? Maar vandaar maangodin, ja? En zonnegod. Ja, ja. Ja. Wat dus mannelijk en vrouwelijk is. Ja. Maar voordat je op die vers op neergaat en daar op de Muhammedanen dat gaat leggen, ga ik ook zeggen van dat hij hier in dezelfde manier waarschuwt voor die mensen die vandaag de dag in de protestantse kerken en in de Romeins-Katholieke kerken van voor op de, bij de altaar staan, de Eucharistie vieren en lezingen geven en menen de mensen iets van God te vertellen, die ook een verkeerde God is. Ja. Dus Jezus heeft het hier zeker ook over de Mohammedanen, dat wil ik zeker niet afstrijden, maar hij heeft het ook over veel in de eigen kerk. Ja. Zoals in Daniel, wij weten ja, dat het kleine horen komt uit de 10 horens. Ja. Het komt dus niet ergens van buitenaf, maar het groeit uit dat wat al aanwezig is. En deze valse profeten groeien ook uit de eigen kerk, uit de kerk die al aanwezig is. Maar ook uit nieuwe kerken en vergeleken uiteraard met christendom of jodaïsme, is natuurlijk mohammedanisme nieuw. Want dat bestaat nog maar sinds de 7e eeuw. Maar dat neemt niks weg van die tekst die je hier gekozen hebt. Ja, ik neem het ook een beetje als alles wat je hoort en ziet. Als het niet klopt met de Bijbel, dan is dat gewoon geen goed vrucht. Zo begrijp ik het ook een beetje, dat het zo bedoeld is. Maar goed, ik was dus een voorbeeld met Mohammedanen. Is dan, ik neem vaak Aisha erbij. Aisha was een meisje van 9 jaar. Tweede vrouw van Mohammed en die is zij getrouwd en schijnbaar hebben ze gemeenschap gehad. Er is wel enig verschil in mening over hoe oud ze was, maar dan nog, de een zegt 12, de andere zelfs 6 jaar. Dat zeg ik wel eens tegen Mohammedanen. En dan komen ze met excuses of met ze draaien het om. Ik ben er nog geen enkele tegengekomen die zegt van, joh, is dat echt waar? Dus de ene zegt 6 jaar en de andere zegt 12 jaar. Ja. En de waarheid ligt in het midden bij 9 jaar dan. Hè? Ja, Mohammed Al-Ghazali heeft in zijn boek 9 jaar gezegd. Dus dat denk ik inderdaad ook de waarheid in het midden dan. Maar sowieso 12 en 6 jaar, dat zijn geen leeftijden voor een meisje. Het is natuurlijk een andere tijd geweest, maar dat is een meisje nog lang niet geslachtsrijp natuurlijk. Maar ja, het gaat er mij erom dat de mensen niet zeggen van, is dat echt waar? Nou, dan moet ik eens onderzoeken, want als het waar is, dan ben ik dus eigenlijk misleid. Maar daarom deze bijbeltekst daarbij. Je zult ze aan het vrucht, zullen ze herkennen. De geschiedenis is de geschiedenis, waarheid is de waarheid. En ze kunnen draaien en keren wat ze willen. Het is zoals het is. Wil jij hem voorlezen of zou ik het doen? Ik zal hem wel voorlezen, ja. Okay. Dus het is Jezus die hier de discipelen, dus de volgers van hem, waarschuwt en zegt... Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapskleren tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult jij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen? Of vijgen van distelen? Alsof in ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult je dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hè? Dat vergt geen verdere uitleg. Hè? Jezus is gelijk in de meeste van zijn
Uitspraken heel duidelijk geweest. En die uitspraken waarom niet heel duidelijk was, heeft hem gezegd, ik spreek in parabelen. Ja, in parabelen, dank je. Ik kwam eventjes niet op dat woord. Ik spreek in parabelen, omdat jullie het wel verstaan en die anderen het sowieso niet zullen verstaan. Ja. En voor de rest was hem altijd heel duidelijk in al wat hij hem gezegd heeft. Zien en niks kunnen zien en horen en niet kunnen horen, zoals dat in de Bijbel staat. Ja. Oren hebben en niks horen, ogen hebben en niks zien. Ja. Yes. Zo staat het geschreven. Zullen we dan maar naar hersens van het kwaad gaan? Goed idee. Goed. We zijn dus geëindigd op bladzijde 29. Ik had in feite nog maar één alinea verder moeten gaan lezen, maar zo ben ik. Ik spaar mij dat op, want we hebben dan direct een overleiding naar het tweede kapitel, waar we vandaag waarschijnlijk in verder gaan lezen. Op het einde van het eerste kapitel, het ondergrondse Rome, lezen we dus Amerika's nationale motto, Anuit Coeptis, komt voort uit een gebed voor Jupiter. Het komt voor in boek 9 van Virgils epische propaganda, de Aeneas. Een gedicht van net voor de geboorte Jezus Christus in opdracht van Caius Maecenas, de multimiljardair achter Augustus Caesar. Misschien wilde jij nog een beetje iets zeggen over Caius Maecenas, want je hebt ondertussen een keer die nagekeken. We hebben ja verleden week alleen maar kort die Wikipedia-pagina geopend, maar je hebt je er nog een beetje meer in verdiept, hè? Nout? Heb ik dat gedaan? Dacht ik toch dat je dat zei, nee? Dan ben ik dat toch wel vergeten. Ja, ik heb wel gekeken. Ik heb natuurlijk wel gekeken wat Maecenas betekent. En ik heb het onthouden. Hè, dat iemand die een financier is, zeg maar. Maar heb ik eigenlijk niet verder op ingekeken. Nee. Sorry. Ja, sorry. Dan houden we het daarop dat Caius Maecenas dat in de tijd van Caesar was. Wat Bill Gates vandaag de dag is voor de regeringen. En non-governmental organizations, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en dergelijke dingen meer. En voor mijn boek van Mohammed Al-Ghazali is duidelijk dat Khadija de Maecenas was van Mohammed. Voilà, ja, dat is ook een heel interessant punt over die we het een keer hebben als we over dat boek van jou spreken. Ja. Het doel van dit gedicht was om in Rome. Om van Rome, sorry, een imperiale monarchie te maken, waarvoor haar burgers hun leven graag zouden opofferen. Dat is ook iets dat komt in een latere stage in dit boek nog een keer voor, dat we leren dat voor Rome vrijheid een tijdelijke vrijheid maar betekent en dat dat altijd kan herroepen worden en dat mensen zoals daar was George Washington nog lid van Cincinnatus. Mensen zoals van Cincinnatus durch alles in hun leven in werk stellen om het grote doel te bereiken. En dat is iets wat we vandaag de dag in ons leven ook altijd weer terug horen. Hè? Voor de gemeenschap en voor de anderen moet je dit en moet je dat doen. Het individuum telt niks. De gemeenschap telt alles. Ja, zo wordt ik heb jou Laudato Si heb ik jou toegestuurd in het Nederlands. Een kleine dat moeten we eens een keer gaan lezen, ja. En dat komt heel duidelijk ter sprake. Dat alles komt daar heel duidelijk ter sprake. Laudato Si, wacht maar. Ik moet dat hier open gedaan hebben een van deze dagen. Ik heb het op mijn archive.org staan. Ook, dus ja, maar ik heb het toch hier. Ik heb het toch open gedaan, hè, dacht ik. Hebt jij met die... Ik heb het jou wel gestuurd, ja. Je hebt het mij gestuurd, dan moet ik het je hebben. Wacht, ik kan het nog een keer sturen. Wacht eens, lezing en die samenvatting. Laudato Si. Ik kan me toch herinneren het open gedaan te hebben. Dan moet het toch hier eigenlijk tussen. Hier, Caritas in Veritate. Nee, dat is mijn Duits papier daarvoor. Caritas in Veritate, dat is niet Laudato Si. Ik weet dat je het gestuurd hebt. Ik weet dat ik het open gedaan heb. Ja, ik zoek het wel even op anders. Kijk hoor, waar ik het heb gelaten. Ja, want ik ben hier al op 12 september, dat is een beetje ver weg. Hè? Het was toch een PDF-document, of niet? Ja. Ah, maar misschien even kijken. Nee, dat is een factuur hier. Komt die aan? Komt eraan. Oké, dan gaan we het hier een keer open doen. Ach, Paus Franciscus, dat noemt die Laudato Si. Oké, ik heb nog iets anders gezocht dan. Ah, goed. Wacht eens. We geven een map. Kan ik niet gezien, heb ik het hier staan, Paus Franciscus.
Ja, ik heb het wel een andere naam gegeven, omdat ik het opsla. En dan doe ik, als ik een encycliek heb, dan zet ik de paus voor. Want dan weet ik dat ik het terug kan vinden. Dus ja, het kan zijn dat het een andere naam is. Dan gaan we het hier gewoon eens open doen. Dat is Laudato Si. Laudato Si is in feite de nieuwe Caritas in Veritate. Huh? De ene pauselijke encyclical werkt op de andere. En hier heb je dat bijvoorbeeld, daar staat er een aantal ideeën lopen als rode draad door de hele encycliek heen. De nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet, de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is, de kritiek op nieuwe modellen en vormen van macht die voortkomen uit technologie, die oproep om economie en vooruitgang op andere manieren te benaderen, de waarde die eigen is aan ieder schepsel, de menselijke betekenis van ecologie, de noodzaak van een openhartig en eerlijk debat, de serieuze verantwoordelijkheid van internationaal en lokaal beleid en de wegwerpcultuur en het voorstel van nieuwe levensstijl. Ja, hier gaat het dus veel meer over de groene politiek in feite. Bij Caritas in Veritate gaat het dus over, laten we maar zeggen, de eenmaking van de mensheid. Ja? One world, zoals we dat ook zeggen. Goed, laten we het een keer hierbij. Je hebt het doorgestuurd en je hebt het op jouw archive staan. Die link van jouw archive staat in de beschrijving van deze video. Daar kunnen mensen dat eens een keer rustig nalezen. Ja? Yep. In elk geval, het doel van dit gedicht, dus dat gepubliceerd was in dat werk van Virgil, de Aeneas, dat overigens daarover gaat hoe dat iemand uit Troja overkwam naar Rome in de tijd, was om van Rome een imperiale monarchie te maken waarvoor haar burgers hun leven graag zouden opofferen. Fascisme is voor velen misschien een lelijk woord, maar het statige embleem is blijkbaar voor niemand beledigend. Het embleem van het fascisme overheerst op de muur boven en achter het podium van de spreker van het Huis van Afgevaardigden. En die beelden heb ik u verleden keer laten zien en die kunt u ook zien in de intro van deze video, in het begin van deze video. Ze heten Fascis. En ik kan geen andere reden bedenken waarom ze daar zouden zijn dan om de fascistische art van de Amerikaanse republikeinse democratie te verklaren. Een Fascis is een Romeins devies. Het origineel komt eigenlijk van de oude Etrusken, aan wie de eerste Romeinen hun religieuze jurisprudentie bijna 3000 jaar geleden ontleenden. Het is een bijlkop waarvan een handvat een bundel staven is, stevig aan elkaar gebonden met rode pezen. Rood staat hier voor zonde en bloed vooral. Het symboliseert de ordening van priesterlijke functies in één onfeilbaar soeverein, een autocraat die het leven van zijn onderdanen kon opofferen. Als de fascis verstrengeld is met laurier, zoals het paar op de muur van het afgewaardigde huis, betekent het keizerlijke militaire macht. Dus, als de Amerikanen dat in hun afgewaardigde huis hebben, mag man zich toch een keer serieus de vraag stellen, zijn die Amerikanen nu een tussen aanhalingstekens democratische republiek, of zijn ze daadwerkelijk afhankelijk van een keizer? De Romeinen noemden deze onfeilbare soeverein Pontifex Maximus. Dat is overigens ook een titel die van de Etruskers overgenomen was. Geen Romein was Pontifex Maximus, totdat de titel in 48 voor Christus aan Julius Caesar werd gegeven. De huidige Pontifex Maximus is Paus Franciscus. Ten tijde schrijven van dit boek was het Johannes Paul II. En heb ik dat beeld laten zien van All Hail Caesar? Dan gaan we dat, Caesar. Ja, dan gaan we dat nu eens een keer gaan bezien. Dat is dit beeld hier. Dat komt uit een schrijven van Paus Pius IX, 1864 of iets in die richting. The Caesar who now addresses you and to whom alone our obedience and fidelity due. Dus de paus noemt zichzelf Caesar, keizer. De keizer of de Caesar die je nu aanspreekt en wie alleen je gehoorzaam en trouw dient te geven. Heb jij daar niet net een aflevering van gemaakt met Tom? Met Tom Fres, ja. Net een aflevering van gemaakt, ja. Exact. Dat was een heel informatieve aflevering trouwens, wat betreft dat onderwerp. Ja, dat was uit de lezing van Exploding the Israel Deception. En de titel van die video, als je wilt opzoeken, is Who is Caesar? Wie en is ook met, Caesar? Met betreft het tweede beest uit de zee, hè, dat het nieuwe
hervormde, gekerstend pauselijke Rome, Rome is, ja. Want daar wordt ook nog heel vaak fout mee gemaakt dat mensen denken dat het Amerika is. En daar heb ik zelf ook fout mee gemaakt, hoor. Ja, dat heeft bij mij nooit niet goed gezeten, deze leer. En ik was blij als ik eindelijk door het lezen van de Bijbel gemerkt heb dat ik daar ook mee bij de neus ben genomen geweest. En dat is eigenlijk heel duidelijk. Als je de King James neemt en je leest Openbaring 13 zoals het daar staat, niet zoals het in kerken geïnterpreteerd wordt, maar zoals het daar staat, dan kun je niet anders dan te verstaan dat het eerste beest een wonde ontvangen heeft die dodelijk bleek te zijn, maar niet dodelijk was en waaruit een ander beest daarna herrezen was. Als we nu toch al eens een keer zo ver zijn, kunnen we al eens een keer in deze Bijbel een keer naar Openbaring 13 kijken. Daar staat namelijk hetzelfde in, het is alleen natuurlijk in Nederlands. Ja? En het beest dat ik zag was een parel gelijk en zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond. En zijn dodelijke wonde werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. Nu, wanneer staat dat hier? In vers 3, hè? Daar waar het gaat over het beest uit de zee. Dat beest uit de zee is dat heidense Rome. En dan krijgt een van zijn hoofden een wonde als ten dood gewond en deze wonde geneest. En dan verschijnt in feite pas het beest uit de aarde. En de mensen van zevendaags Adventistische leer en andere Bijbelgezelschappen, andere studenten van de Bijbel, andere kerken, om het maar een keer heel duidelijk bij naam te noemen, die gaan heel vaak interpreteren dat het beest uit de zee de paus is. Maar ja, dat is Rome, hè? En dat het zee uit de aarde Amerika is, want zoals de zee verklaard wordt in Openbaring 17, vers 15, de wateren die je zag zijn mensen, volkeren, talen en hoeveelheden, iets in die richting. Dat wordt dan omgekeerd gedraaid en gezegd, want dan is de aarde juist het tegenovergedeelde. Een schaars bevolkte regio, en dat was uiteraard Amerika, maar want in de staat van Amerika, wat vandaag de dag de Verenigde Staten van Amerika is, leefden ter tijde van de invasie van de Columbus ongeveer 20 miljoen indigene inwoners, die je vandaag de dag eigenlijk allemaal kent als Indianen. Ja? Die geen Indianen zijn, maar die dus de indigene inwoners van de Noord-Amerikaanse continent zijn. Daar leefden ongeveer 20 miljoen mensen. Als je dan ziet hoe groot dat land is, dan is 20 miljoen uiteraard niet veel. Dus daarom zeggen ze van, ah kijk, dat is het beest uit de aarde. En natuurlijk kent Satan, die kent natuurlijk de Bijbel beter dan dat wij kennen. En ik heb ook wel eens een keer iets gelezen dat er in de krant stond, na het verdrag van Lateranen. Daar stond volgens mij als koptitel, stond er de wound is healed of zoiets, of the deadly wound is healed. Ja. Ook om mensen op het verkeerde been te zetten. Dus gebruiken vaak de Bijbel zelf om mensen op het verkeerde been te zetten. Natuurlijk, dat is ja zo in dit geval. Oh, wacht maar. Dus wat deed toen dacht ik van, oh, dus dat is dus de second beast. Het is wel de Rome, de papacy. Maar, San Francisco ja, Chronicle, hier hebt het staan. Mussolini en Cardinal Gasparri sign historic Roman pact. The Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy. In affixing the autographs to the memorial document, healing the wound of many years, extreme cordiality was displayed on both sides. San Francisco Chronicle, 11th of February 1929. Ja? Ja, dus hier hebt ihr die Uitspraak, die da ist. Maar ja, natürlich weten wir, alle Kranken sein beherrscht via Inter Mirifica in Miranda Prosos, da kommen wir later in den Buch dazu, von der Vatikan. Die schreiben, was sie wollen. Ja? En natuurlijk schrijven ze iets om hun valse profetieën onder de mensen te verspreiden. Het is niet omwille van dat het in de krant staat dat het correct is.
Maar het staat in de krant omwille van dat die kranten willen dat jij daar gelooft. Mm-hmm. Het staat in de krant omwille van dat zij hun valse profetieën onder de mensheid kunnen verspreiden door deze dingen in de krant te schrijven. En dan zegt hij van, oh, zie je wel, mijn pastor heeft gelijk. Zie je wel, de antichrist is nog niet. Ze kunnen alles schrijven wat ze willen. Het is in dat geval ook heel moeilijk om die mensen op een andere gedachte te blijven. Maar het is altijd, je moet altijd teruggaan naar de Bijbel. Gewoon laten zien waar staat het in de Bijbel. Omdat de mensen niet zelf studeren, hè? Dat is het probleem. Hè? Ja? Kijk, ik wil daar nu ook niet al te ver op ingaan. Maar het punt is gewoon, van als je het een keer de goeie gaat bekijken, dan ga je zien. Het spreekt in Daniel al over het kleine horen. Hè? Daniel kapitel 7. Ja, dat kleine horen dat in Daniel kapitel 7, vers 7 en 8 bedoeld is, dat is het pausdom. Dat pausdom komt uit Vatikan. De Vatikan is de kleinste staat op deze aarde. 108 hectare groot, een paar voetbalpleinen. Groter is dat niet. En daar wonen ook niet veel mensen. Dat is dat koninkrijk dat uit de aarde ontstaat. Een onbewoonde, een heel kleine plek. Het kleinste koninkrijk ter wereld, die alle anderen overheerst. Omwille van dat de geestelijke, spirituele macht ja, over de wereldelijke macht liegt, gelijk dat wij al verleden keer besproken hebben. Ja? En dat is dus het beest uit de zee, het heidense Rome, en het beest uit de aarde, het pauselijke Rome. En het pauselijke Rome was in feite de genezen wonde van de zogezegde val van het heidense Rome in 476, maar Rome is niet gevallen. Rome is gewoon veranderd van heidens naar, tussen aanhalingstekens, heilig of Romaans, katholiek. Dat is de masker die ze zich sindsdien opgezet hebben. En zoals je juist in de discussie van Pius de Negende gelezen hebt, zijn het nog altijd Caesaren. Dat beweren ze van zichzelf. Ja, als de paus van zichzelf beweert de opvolger van de Caesar te zijn, dan is Rome toch niet dood, is het? Rome leeft nog altijd, niet waar? En als we de voorspellingen van Daniel nemen in kapitel 2 met de metaalmens, je weet wel, hoofd uit goud, armen en schouders uit zilver, buik van bronzen en de benen van ijzer, met de verklaring van dat goud hoofd te zijn Babylon, de schouders en armen van zilver te zijn Medo-Persië en de buik van brons te zijn Griekenland te zijn en dus de benen van klei, de benen van die figuur uit ijzer lijken te zijn dan Rome. Twee benen, waarom? Awel, je hebt heidens Rome en pauselijk Rome. Twee benen, één koninkrijk. En hoe heeft Jezus Christus gezegd? Een koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet staan. Maar Jurg, is ook dat de tenen van ijzer en klei zijn, geloof ik? Ja, natuurlijk. Je hebt dan nog onderaan de twee benen, heb je twee voeten. En die twee voeten hebben in totaal 10 tenen. En deze 10 tenen zijn vermengd met de toon van de aarde. Wat dat allemaal betekent, daar kunnen we een andere keer op ingaan. Dat is nu veel te diepgaand om daarover te gaan. Maar belangrijk is dat we gewoon verstaan, je hebt deze figuur van de metaalmens en je hebt daar 4 koninkrijken. 4, niet 5. Dus Rome regeert tot het einde. Want op het einde van Daniels verhaal in kapitel 2, zoals je jij misschien herinnert, of die mensen die deze video kijken misschien ook nog herinneren, als ze het ooit een keer gelezen hebben, in Daniel kapitel 2 staat erin, dat een steen niet uitgehouden met mensenhand deze statue in de voet kwam raken en deze statue werd verbrijzeld tot stukken en die stof in die dat dan werd, werd verwaaid over heel de aarde. En deze steen werd een grote vels, een grote berg, die omvastte de hele aarde. En dat was een koninkrijk dat nooit verging. Dat is het koninkrijk van Jezus Christus. Dus als we over 5 koninkrijken spreken in Daniel kapitel 5, dan is het 4 heidense, menselijke koninkrijken en 1 van Jezus Christus, die het koninkrijk van de Heer op deze aarde opricht als hij komt met die steen. Maar anders zijn het maar 4. En dus waar is dan Amerika als zogezegd 5e koninkrijk? Bullshit. Een leugen. Een verkeerde interpretatie. Er zijn 4 koninkrijken en Rome regeert nog vandaag.
die Wond van die Paulstum so gesagt zugefügt gewesen ist, lautet nun sein 538 tot 1798 gelegte 7 Tage Adventisten so graag lehre, auf 606 tot 1866 gelegt ich war gelehrt habe, um Wille von anderen profitieren dabei zu nehmen. Das sind allemal unjuiste Jahrgetallen. Wij leven nu nog altijd, in 2022, leven we nog altijd in de voorspelde 1260 jaar tijd van de regering van de Antichrist. Want de Bijbel is aan vele plaatsen heel duidelijk, onder andere Daniel kapitel 2, Daniel kapitel 7, Paulus in 2 Thessalonica 2 en nog andere plaatsen, is de Bijbel heel duidelijk en zegt dat Rome gaat regeren tot de dag dat Jezus Christus terugkomt. Als Rome zou gevallen zijn, 476, is Jezus teruggekomen in 476? Als Rome zou gevallen zijn in 1798 met de gevangenname van de paus door de generaal Berthier van Napoleon, is Jezus teruggekomen in 1798? Als de wonder genezen was in 1929, is Jezus teruggekomen in 1929 of 1930? Ja, sommige mensen geloven dat, want een paar jaar later heeft Adolf Hitler overgenomen en wilde een duizendjarig rijk stichten, gelijk Jezus Christus een duizendjarige heerschap op deze aarde gaat oprichten. Adolf Hitler was niet Jezus Christus en Jezus Christus is nog altijd niet teruggekomen. Dus wij leven, sorry voor het overbrengen van slecht nieuws, wij leven nog altijd in de 1260 dagen die voorspeld zijn voor de regering van de Antichrist. Ik kan u ook zeggen wanneer die gaat eindigen. Maar ik doe het niet, want jullie moeten je eigen studies doen en zelf daarop komen dat ik hier niet een of andere lari vertel, maar dat ik vertel je hand en voet heeft en bijbels gebaseerd is. En dan gaat het daar zelf op komen. En voor alle anderen, ik ga in de toekomst video's uitbrengen in Engels met Tom Fress en nog een tweede Engelstalige broer daarmee bij, waar dat wij Daniel en Openbaring in diepte gaan studeren en video's openbaar maken daarvan. Maar dat doe ik nu en vandaag niet in het Nederlands. Ik geef u alleen maar die idee hoe je dat moet gaan studeren en hoe je dat moet gaan zien en dat het heel simpel is. Als je de Bijbel leest zoals geschreven, zonder verkeerde vooringestelde mening. Zonder, ja, dat is moeilijk, ja. Ja. Dat is altijd moeilijk. Zonder de bril van... Je neemt een bepaalde bagage mee altijd van, oh, dit is zo. En als je dan helemaal opnieuw moet lezen en je moet helemaal opnieuw nadenken en dat allemaal vergeten, dan is dat moeilijk. Maar het is wel het beste wat je kan doen. En het is wel jammer, want ik wilde het eigenlijk net vragen aan je. Je moet de bril van de kerk afnemen en dan de Bijbel lezen. En als we nog eens een keer eventjes naar het stukje teruggaan wat we hier gelezen hebben, dan staat hier toch heel duidelijk. Kijk, we gaan een keer beginnen in vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En wat de 7 hoofden zijn, dat kan ik u een andere keer uitleggen. Dat is te diep, dat is veel te diepgaand. We kunnen dat nu echt nog eventjes overvliegen. Ja? Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoorn waren 10 koninklijke hoeden. Sorry. En op één van zijn hoofden was één naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als een beersvoeten, en zijn mond als de mond een leeuw, en de draker van zijn kracht en toon en een troon en grote macht. Allee. Het beest was een pardel gelijk, een pardel, een leipaard, zegt men ook, ja. Kan een leipaard van zijn spots veranderen, van zijn punten veranderen, van zijn vel veranderen, zegt men er ook. Ja? In Duits zegt men dat zumindest. Kan een leopard zich zijn vel verändern? Nee, dat kan hem niet. Ja? Zijn voeten als een beer. Een beer was voorgesteld als het koninkrijk van Medo-Persië. Zijn mond als dat van een leeuw, dat is Babylon. Ja? En een pardel tegelijk, dat is hier Griekenland in feite, waar je ook Griekenland zo dargesteld werd met die 4 vleugels erbij. En de draak, dat is uiteraard de duivel, ja, gaf hem zijn kracht en troon en grote macht. Dus dit beest heeft zijn kracht, troon en macht gekregen van de duivel zelf. Hoe kan dat nou? Ja, jong, we komen heute vandaag helemaal niet meer tot... Heersers van het kwaad, want ik ga nu eventjes een keer naar Lucas kapitel 4. En in Lucas kapitel 4 hebben we de verleiding van Jezus Christus staan.
And by the way, als Jezus Christus God is, hoe kan hij verleid worden? Denk daar een keer over na. Jezus vol des Heiligen Geestes keerde wederom van de Jordaan. Hij was juist gedoopt geweest, ja, hij heeft juist geordineerd geweest, gezalfd geweest tot Christus. En werd door de geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel. En at gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. Zal wel zijn, eet jij een keer 40 dagen niks. En de duivel zeide tot hem, indien jij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. By the way, dat brood van, dat brood des levens is het woord van God. Ja? Dus als hij dan een brood moet veranderen, dan spreekt hem hier niet per se van gebakken brood. Maar Jezus spreekt ook niet van gebakken brood, maar van alle woord van God. Hij spreekt daarvan dat het woord van God ook het brood van het leven is. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken ter wereld in één ogenblik tijd. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven. Want het is mij overgegeven en ik geef ze, wie ik ook wil. Indien jij dan mij zult aanbieden, zo zal het alles u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, jij zult den Heere uw God aanbieden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien jij Gods zoon zijt, werp u zelfde van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat jij uw voet niet te enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, er is gezegd, jij zult den Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking volleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Voor een tijd. Wanneer kwam hij terug? Nalt, weet je dat? In de vorm van Judas Iscariot om hem te verraden. Ja, maar waarom heb ik dat nu allemaal voorgelezen? Wat is nu de idee hiervan, wat ik hier juist heb voorgelezen, van vers 4 tot vers 13? Ik weet wie dat wel heeft aangenomen. Dat is die idee waarom ik het voorgelezen heb. Zegt jij het dan maar aan, dat wordt een hele monoloog van mij. Nou, hij zit in Rome, hij draagt voornamelijk witte kledij en hij noemt zichzelf de Pontifex Maximus. Oftewel de Antichrist paus in Rome. Heb ik het goed? Satan is dus niet nadat hij geprobeerd heeft Jezus te verleiden, ergens in een hoek kan zitten en beginnen huilen en wist niet meer wat te doen. Hij is naar een andere mens gegaan die hij wist die verleidbaar was. En die kennen we vandaag de dag, zoals Nout juist correct gezegd heeft, als de Antichrist. De Bijbelse, profetische en geschiedenisachtige Antichrist. Het pausdom van Rome. Dat heeft het aangenomen. Die valt op zijn knieën en bidt Satan aan. Iets wat Jezus Christus uiteraard niet gedaan heeft. Wij waren in Openbaring 13. Hè? Oorspronkelijk? Of? En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonde werd genezen en de hele aarde verwonderde zich achter het beest. We spreken hier dus nog altijd van het eerste beest, juist? Dat yes. Beest dat dus lichaam van een parel heeft, voeten van een beer en een mond als een leeuw. Ja? Dus dat de drie voorgaande koninkrijken in zich verenigd. Babylon, Medo-Persia en Griekenland. Dat is uiteraard Rome wat daarna kwam. En Rome was in het begin heidens. En dan heeft een van zijn hoofden een tot de dood gewonde wond gekregen
En die wonde werd genezen, want het was maar als tot een dood, het was niet dood. En deze genezing is het opstaan van de paus, het reizen van de paus. Het reizen uit deze 10 die we hier gelezen hebben, ja, op zijn horen waren 10 koninklijke hoeden, ja, uit deze 10 komt een 11e horen eruit, een kleine horen. Het pausdom. En de hele wereld verwonderde zich achter het beest. Zijn die 10 hoornen, dat zijn die 10 stammen die het heidense Rome hebben overwonnen? Zijn de 10 naties in die Rome gevallen was na 476, ja. Ja, en er zijn er 3 van uitgeplukt. Dat is weer een ander verhaal, is ook veel later als wat je in de 7-daagse Adventisten hoort. Dat was nog tot de tijd van Karel den Grote dat gevecht opging, dus tot in de 8e eeuw. De 8e eeuw. Ja, maar dat is geen probleem. Daar zijn 3 uitgeroeid. De Heruli, de Vandalen en ik denk de Ostrogoten. Ja, in Spanje. Als ik het juist heb. Ja. Maar dat gaat veel te diep, veel te veel in detail, om dat nu allemaal tot in detail kunnen bespreken. We kunnen dat vernoemen, ja, dat is juist. Die zijn uitgeroeid geweest, dat is waar. En trouwens... De kroning van Karel de Grote was een heel belangrijke gebeurtenis in het jaar 800, op de 25e van december, dan ook nog wel, ja, de geboortedag van de god van de onoverwinnelijke zon, ja, de onoverwinnelijke zonnegod, niet de geboortedag van Jezus Christus. En dus in het jaar 800, en heeft toen een 1000-jarig rijk gesticht, want wat opgericht in 800 door Karel de Grote. En Karel de Grote had een bijnaam, dat was de slachter van de Saksen, bij ze bij. Ja? En wie Karel de Grote was, dat hij de zoon van Pepin was. En wie Pepin was daarvoor, wat die vanuit Frankrijk gedaan heeft. Geschiedenis is zo interessant, je kunt het niet geloven. Alleen heb je dat nooit in school geleerd, daarom heb je altijd slechte noten gehad. Weinig punten gekregen, want daar was geschiedenis om in slaap te vallen. Hier is geschiedenis gewoon irre spannend, ongelooflijk spannend. En interessant. Maar het punt is dus dat jaar 800, waar Karel de Grote tot keizer gekroond was, een heel belangrijk moment was. En nu zou je kunnen zeggen van ja, maar pas op, daar kroont de paus dus de keizer. Dus in dat ogenblik waren de rollen omgekeerd, want daarvoor heeft je altijd de paus de kroon van de keizer ontvangen. Dus hier is de paus boven de keizer. Dus hier beginnen de 1260 jaar te tellen. 800 plus 1260 brengt ons naar 2060. We zijn nog maar 38 jaar verwijderd van het einde van de 1260 jaar. Vals. Dat is een ander jaar wat daar gaat tellen. Maar... zoals ik zei, daar gaan we een andere keer over gaan spreken. Het is niet 800. In elk geval, en zij aanbaden den draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Ja, ik kan je het antwoord geven. De enige die krijg kan voeren tegen hetzelfde beest is onze Heer Jezus Christus. En hetzelfde werd in mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. Dat is de pauze, hè? En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. Nu, dat probleem is, als we deze zin lezen, vers 5, dan hebben we een discrepantie met de Koning James Bijbel. We hebben een grote discrepantie met de Koning James Bijbel, het gaat maar over 1 woord, zoals heel vaak. En dat is in het Duits zo, en dat is hier in het Nederlands zo. En dat is in de meeste andere Bijbels zo, maar niet in de Koning James. Daar staat de ware tekst erin. En daarom zijn de mensen totaal verontwaardigd en laten zich beliegen en bedriegen over wie de beesten zijn in Openbaring 13. Hier staat, en hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. Wat zegt dan nu de Koning James? En nu wordt het toch een keer interessant. Gaan we toch even een keer naar de Koning James. Openbaring 13, vers 5. Wat zegt de Koning James? And there was given unto him a mouth, speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue
42 months. Om voor te varen 1260 dagen, of 42 maanden. Waar heb jij dat voor te varen? Hier in het Nederlands? Waarom spreekt de koning James to continue? Omdat je moet verstaan, er werd hem een mond gegeven om grote dingen te spreken. Dus grote dingen zijn godslasterige dingen, zoals blasfemies, ja, je ook zijn. En macht werd hem gegeven om 42 maanden voor te varen. Dus die grote mond en die blasfemies en die macht, die moet hij eerst krijgen. En als hij dat gekregen heeft, dan vaart hij voort voor 42 months, 3,5 jaar, 1260 dagen. En een jaar is een dag in Bijbelse profetie. Dus 1260 jaren voort te varen. Vanaf dat ene ogenblik, hier staat duidelijk in, to continue. Wat staat er hier? Not? Wat staat er hier? Ik zie het niet staan, nee. Je ziet het niet staan, dank je. Ik ben dus niet alleen, ik ben toch niet schizofreen. Ik zie voor te varen, want dat betekent continue, juist, als ik het vertaal naar het Engels, van het Engels. Ja, te continueren. Continue, ja, voor te varen. Ja? Ja. Dat staat er niet in. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden, maar vanaf wanneer? Hier staat erbij voor te varen. Dus eerst wordt hem de grote mond gegeven. Dan begint hij grote dingen te spreken. Dan begint hij godslasteringen te spreken. Dan begint hij zijn macht uit te oefenen. En dan vaart hij voort voor 42 maanden. En hij opent zijn mouth en blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwelt in heaven. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him to all kindreds and tongues and nations. Wat in feite in Nederland hetzelfde we gaan zeggen. Dat is allemaal terug hetzelfde. En allen die op aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens, des lams, dat geslacht is, van de grondlegging ter wereld. En die men wat oren heeft, die horen. Wij gaan nu Openbaring 13 hier beëindigen voor vandaag. We gaan de vergelijking met de koning James beëindigen voor hier vandaag. Maar ik denk dat het heel duidelijk is dat deze twee woorden, in dit geval twee woorden, to continue, ik had het alleen over continue, maar to continue, allee. Zonder to kun je het ook verstaan, ja. And power was given him, given unto him continue 42 months, dan verstaat men het ook. Dus het gaat in feite over dat ene woord, of die twee woorden, to continue, die hier in de Statenvertaling niet erin staan. En die staan ook niet in de Duitse Schlachtervertaling, die ja ook een, zo zegt ze, gelijkaardige, eerlijke vertaling van de basis originele teksten is. Daar staat het ook niet in. En ik ben zeker van dat het in de meeste andere Bijbels ook niet erin staat. Ik kan ze nu niet allemaal controleren, maar het staat er niet in. Het staat in de koning James. En dan heb je pas een richting duidende punt van dat op een bepaald latere punt pas hij met deze macht, dat hij die macht tot een volle ontplooit heeft. En op de ogenblik als die macht tot het volle ontplooit is, dan gaat hij ze verder uitoefenen, to continue, voor 42 maanden. Wanneer was dat nu? Het was niet 538 als de paus het Justiniaanse decreet ontving van keizer Justinian en dus de wereldelijke macht min of meer onder zijn hoede ging krijgen. Het was niet in 606 als hij van keizer Phocas de spirituele macht over de westelijke en oostelijke kerk tegelijk ging krijgen. Het was niet in 800 als hij Karel de Grote gekroond heeft in Duitsland tot de eerste keizer van het Heilige Romeinse Rijk van de Duitse Natie. Ja? Dan was het allemaal niet. Het was nog veel later. En
wij komen daar nog ooit een keer op misschien. Ik tenminste mijn Engelse studies, zal ik u in de Engelse studies vertellen wanneer het was. Maar vandaag gaan we daar niet over gaan spreken, omdat dat veel te uitgebreid is. En dat was eigenlijk ook niet het onderwerp van onze lezing vandaag. We wilden eigenlijk over heersers van het kwaad gaan lezen. Daar zijn we nu al 50 minuten mee bezig en we hebben nog altijd van heersers van het kwaad niet al te veel gezien. Dus moet ik eventjes een keer zeggen, sorry lieve mensen, wij gaan heersers van het kwaad een keer doorlezen. Ja, want, maar nou zitten we natuurlijk wel de hele tijd met wanneer was het nou? Ja, nou ja. Eigen studies kan ik alleen maar zeggen. Eigen studies zullen er u op kunnen gaan leiden. Interessant is dat op dit ogenblik Tapasaurus hier ook afbreekt en hij zegt, zoals we in een volgend hoofdstuk zullen ontdekken, houdt Paus Franciscus deze titel niet alleen. Ja? Also, dus het gaat over de titel van Pontifex Maximus. Ja? Hij deelt het met een mysterieuze partner, een militair, een man die een functie bekleedt, die al meer dan 4 eeuwen bekend staat als Papa Nero. De zwarte paus, of Papa Nero, zwarte papa, zwarte pa, zwarte vader. Ik zal bewijzen, zegt Tapasaurus, dat de fascist in het huis van afgevaardigden de zwarte paus vertegenwoordigt. Hij is het, die deze wereld regeert. Later zal ik een wat zeker en controversieel hypothese werd ontwikkelen. Namelijk, de zwarte paus regeert door goddelijke benoeming en voor het uiterste welzijn van de mensheid. Ik kan een keer iets vooruitnemen om deze zending tot een afsluiting te brengen. Want we gaan de volgende keer ofwel in kapitel 2 dat missionare adaptie noemt voortvaren. Of een ander hoofdstuk van dit boek bespreken. Nou, het zal wel zeggen waar we verder gaan. Maar ik ga een beetje spoileren. Ik ben ja niet zo gemeen dat ik niks niet vrijgeef, niks niet zeg. Tapasaurus zegt hier, later zal ik een wat zeker een controversiële hypothese werd ontwikkelen, dat is toch niet correct Nederlands hier. Hè? Later zal ik een wat zeker een controversiële hypothese ontwikkelen, namelijk, de zwarte paus regeert door goddelijke benoeming en voor het uiterste welzijn van de mensheid. Ik heb een document gevonden, daar heb ik ook een zending over gemaakt in Duits in den tijd, in mijn lezing van Heersers van het Kwaad in Duits, dus als je Duits kunt, niet verkeerd om die lezingen te vervolgen. Daar vind je de benoeming van een bepaalde pauselijke bulla. Een bulla is het hoogst kwalitatieve, hoogst machtige papier dat een paus kan uitbrengen. Dus in feite is dat wat hij zegt direct Romeins kanonsrecht, wat in een bulla staat. Een bulla is onveranderlijk, kan ook niet teruggenomen worden en alles erop en eraan. Daar zijn heel veel controversies over, want het verbieden van de Jesuiten in 1773 was ja ook gemaakt met een bulla, namelijk met de naam Noster, hoe noemt dat weer? Daar juist had ik de naam in mijn hersenen vast, maar soms ontvloeien mij die namen. Redemptus Acredost, Redemptus Noster, iets in die richting, noemt die bulla, die de Jesuiten verboden heeft. En Paus Pius de Veertiende heeft in, zevende, sorry, Paus Pius de Zevende heeft in 814 terug door een bulla de Jesuiten terug in werking gesteld. Dus ene bulla heeft over die andere bulla overgeschreven. Dat kan in feite niet. Ja? Want een bulla is Romeins, Katholieks, Kanons, Recht en is onveranderlijk. Sempere adem, zoals de Romeins-Katholieke Kerk ook. Maar, daar bestaat een bulla die enkele jaren na de oprichting van de Jesuitenorde in 1540 uitgegeven werd, die draagt de naam Injunctum Nobis. En deze bulla van de paus is een carte blanche voor de zwarte paus, geeft hem zelfs de macht om de constitutie van de Jesuiten ten allen tijde zo ook zonder weten of goedkeuring van de witte paus te veranderen. Dus wie heeft uiteindelijk die macht in de Vaticaan? De zogenoemde witte paus, die in de persoon van
Paus Franciscus of daarvoor Benedikt XVI of daarvoor Johannes Paulus II zegt, is dat diegene die de macht heeft of is dat de generaal van de Jesuiten? Over die en over wiens ontstaan dit hele boek Heersers van het Kwaad draait, wat we daarom ook nog verder gaan leren kennen. Maar bij mijn weten staat de Bulla in Junctum Nobis zelfs in dit boek niet erin. Daar ben ik op een andere manier op gekomen, namelijk door het lezen van het boek van Karl Theodor Griesinger. De Jesuiten en hun geschiedenis van de oprichting tot in onze tijd. En dat is tussen 1540 en in dat boek dat hij geschreven heeft, 1866. Een interessant jaar, 1866. Was er ook niet een uitspraak van een of andere iemand, ik weet niet meer van wie, dat de paus zich in een cirkel bevond en hij mag zich binnen die cirkel mag hij zich bewegen. Maar ja, dat is van Melchior Martin. Dat is van Melchior Martin, een ex-Jesuit die dat gedaan heeft in The Book of This, The Keys of This Blood. En er zijn voorbeelden genoeg van pausen die dat gedaan hebben en die het niet lang meer geleefd hebben dan. Ja, dat is zo. Daar is uiteraard die regel over. En dan heb je ook nog een ander boek natuurlijk. Dat heb jij ook. Daar moeten we het nu ook niet tot in detail over hebben. Maar jij hebt dat boek ook volgens mij. Pope Francis, Lord of the World. Ja, klopt ja. Van Stuart. Ja, van P.D. Stuart. En daar staat ook van achterop. Als ik mij niet vergis. Staat er hierop, laat me eens eventjes gaan lezen, dat is op de achterkant van de omslag van het boek. Will Francis be allowed to implement major reforms without the approval of the Jesuit general? Speaking of the Pope's limitations to effect true and lasting reforms, P.D. Stuart cites the Jesuit-trained Count Campello, a once highly esteemed canon of St. Peter's Basilica and a great friend of one former pope, who, when illustrating this fact, drew a circle and said, within that circle, the pope is free to act. If he crosses it, he is a dead man. Dat staat op de achterzijde van P.D. Stuart's boek, Pope Francis, Lord of the World. Heel moeilijk te verkrijgen. Ik heb denk ik 3 jaar op dat boek moeten gaan wachten. Nabetaling van Brett Norman. En ik heb ook nog die Jezuïet-generaal die zegt van nou, vanuit dit bureau bestuur ik niet alleen China, maar ook. Ja, dat is Tamburino, denk ik. Dat is begin van de 18e eeuw. Ja. Vanuit deze ruimte, meneer, bestuur ik Parijs en dit en dat in China, maar niet alleen China, maar de hele wereld, zonder dat iemand begrijpt hoe ik het doe. Dat is volgens mij van Jesuiten-generaal Tamburino. Maar dat is een beroemde citaat, dat vind je op het internet. Dat was niet de punt die ik in feite wilde brengen. Ik wilde brengen, kijk eens een keer naar, want ik heb het ook opgezocht, als ik het kan opzoeken en navorsen, dan kan iedereen dat ook doen. De Bulla noemt in junctum nobis, zoals je het spreekt. In junctum nobis. En wat daarin staat. Ik heb het gevonden, dat vinden anderen het ook. En als je te lui zit om het zelf te zoeken, ik heb er een video over gemaakt, dan geef er maar de naam in Junctum Nobis in mijn YouTube-kanalen in. In een van die kanalen vind je de video zeker en dan kun je het daar bekijken. Het was in de lezing van Karl Theodor Griesinger. Zijn boek heb ik gelezen in 86 afleveringen in de tijd. Ja, ik heb redelijk wat video's gemaakt. Ja, ik heb redelijk wat werk gedaan, redelijk wat research gedaan. En daarom ben ik ook kant en klaar om hier met Nout dat boek Heersers van het Kwaad voor de 3e keer te lezen, deze keer in een taal in die ik het nog niet gelezen heb. Ik dank jullie in elk geval voor de aandacht en voor de medewerking en voor het interesse, voor zover dat er was. En ik geef uiteraard mijn afsluitende woord nog aan Nout, die dan kan zeggen hoe het volgende keer verder gaat, ofwel met Missionary Adaption, ofwel met iets anders, ofwel zullen we het volgende keer zeggen. Ik zeg in elk geval, ik wens jullie een gelukkige, rustige Sabbat. Shalom. Maranatha. Ja, dankjewel Jorg voor deze Bijbelstudie. Het was interessant. Er zijn een hoop nieuwe dingen ten woorde gekomen die ik ook nog niet had gehoord. Dus ik moet ook eventjes bijkomen van wat je allemaal verteld hebt. Dus ik heb verder eigenlijk niet zoveel meer in te brengen. Voor mensen die nog een Bijbel willen hebben, ik heb hier nog 3 Bijbels liggen. De Statenvertaling 1637.
Als je opgestuurd wil hebben, ik stuur hem gratis naar je toe. Zet het eventjes in de beschrijvingen en dan zorgen we dat dit bij u terechtkomt. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel te melden. Dus ik wil jullie ook een fijne sabbat wensen. En ja, fijne sabbat. En tot ziens, volgende keer maar weer.